Opdracht is duidelijk, er moet gewonnen worden van Willem II. En de eerste beste grote kans is er. Ik verwacht veel meer van mezelf. Veel meer, ja. Sowieso kreeg ik een grote kans, 10 minuten of zo. En, die moest er al in. Eerste helft ging het wel goed. En ik denk dat we het gewoon eerst zelf moesten afmaken. Meul. Goed gedaan hoor. Van Texera. Ja, we hebben niet echt heel veel kansen gecreëerd, maar ja, we waren wel gevaarlijk en ja, meer op hun helft. Ja, we hadden gewoon, we moesten gewoon scoren. Kwakman, Johansson. Kwakman, het is verleidelijk. Dit kan ook, goede voorzet en nou is hij toch wel raak. Ja, eindelijk heeft Groningen dan de verdiende beloning. Texera maakt het af. Goeie paas, Kwakman. Ja, we drukten ook door, maar ja, we vergaten om te scoren. Was 1-0 niet te weinig? Ja, is altijd gevaarlijk. Maar ja, als het 1-0 blijft, ja, we geven niet veel kansen weg. Ja. Dan winnen we met 1-0 en dan is iedereen blij en noem maar op. En, maar ja, we komen, wat ik al zei, veel zwak uit de kleedkamer. En dan krijg je 1-1 om je oren. Ja, die legt hem terug waar Heuser dan uiteindelijk nog bij kan, omdat Groningen niet goed uitverdedigt. Mulder, Heuscher, het is 1-1. Het is 1-1 in de 48e minuut. Willem II begint voortvarend aan de tweede helft. Ja, we kwamen gewoon, wat ik al zei, het veel zwak uit de kleedkamer. Dan, ja, dan krijgen ze een tegendoelpunt, dan is het helemaal kloot. Maar ja, verschrikkelijk. We hadden het niet verwacht. En, we kwamen de tweede helft een beetje slap in. Ja, natuurlijk is het zonde als je de 1-1 binnenkrijgt, moet je weer opnieuw beginnen. En het was gewoon lastig om met Willem II, die ook compact speelde. Het was gewoon een heel lastige wedstrijd vandaag. Kwakman. Goed balletje. Nou, mooie redding ook van Meul. Dat moet eigenlijk ook een goal zijn. Dat is ronde 16. En, dat moet gewoon een goal zijn, maar de keeper pakte hem goed. En dat is zonde. En, Dat kan veel beter met de buurt. Misschien zit er via een vrije trap als deze nog wel meer in. Heuscher, ja, die bal kan er ook zomaar in. Het is toch best wel zwaar, ook al voel je het, is echt benauwd, heet. Maar je moet het toch doorheen zetten, dus het mag geen excuus zijn. Maar hun hebben er ook last van, niet alleen wij. En volgende keer beter. Misschien uit een situatie als deze. Van Dijk kopt in ieder geval. En Mul redt. Kijk, je speelt thuis, je hebt het publiek nog steeds achter je. En dan ga je het nog steeds proberen. En, maar het mag niet baten. Gaan we richting de laatste minuut. Doorgekopt door Van Dijk en dan wordt hij net naast geknald door Texera. Ja, ik had willen winnen vandaag. We hadden gewoon 3 punten moeten pakken en dat hebben we niet gedaan. Dus voor mij geen goede debuut. Sommige jongens worden gewoon erg goed en kijk, het is individueel. En, sommige jongens worden goed en andere wat wisselvallig en dat mag niet meer gebeuren. En, volgende week mag PSV en dan moet iedereen gewoon topfit zijn. Hier moesten ze gewoon 3 punten pakken, klaar punt. Dat hebben we niet gedaan, dat is slecht. Klaar.